Goedemorgen allemaal weer. Fijn dat jullie allemaal weer kijken. En zoals je ziet ben ik vandaag weer op school. En hier bij mij is weer een bijzondere gast. Kingsley. Goedemorgen, fijn dat je er ook bent, want Kingsley is vandaag weer op school. Net als vorige week. En wij gaan zo meteen een leuke challenge voor jullie doen. Maar eerst wil ik even aan jullie zeggen dat ik jullie heel erg mis. En daarom ben ik op school. En doe ik de hele dag zo... omdat ik jullie een beetje mis. Wil je ook even Kingsley, omdat je ook iedereen mist? Oh, zo. Oké. De challenge. Wat gaan we vandaag doen, Kingsley? Wil jij het uitleggen aan de kinderen? Ja. En we gaan een vliegtuig vouwen. Wie het verste kan vliegen, is de winnaar. Inderdaad. We gaan zo meteen inderdaad vliegtuigjes vouwen. En Kingsley is niet de enige gast die er vandaag bij is. Je gaat zo meteen zien wie er nog meer zijn om ons te helpen met een vliegtuigje vouwen. Maar allereerst wil ik even zeggen, Maika, dank je wel. Want door jou hebben we dit leuke idee. En ik zal ook zo de foto's laten zien van jou. Want jij hebt deze challenge al gedaan. Dus nu gaan we jou eigenlijk nadoen. Kijk maar naar de foto's van Maika zometeen. En als ik het goed heb, kon hij 3 meter en 12 centimeter ver zijn vliegtuigje gooien. Dus dat gaan wij zometeen proberen te verbreken. Nou, hier komt meester Corian. Die gaat even uitleggen hoe wij een vliegtuigje gaan vouwen. Ja. Ja, dus zo'n groot papier heb je nodig en die vouw je dubbel. Dus we vouwen beide puntjes naar elkaar toe. Dan knijpen we een beetje in. En dan doen we ook aan de andere kant. Zo knijp je een beetje plat. Zo kan je mooi recht vouwen. En dan vouw je weer open. De puntjes... doe je naar het midden, aan beide kanten. Zo. Dan hebben we de voorkant van het vliegtuig. Dan vouwen we deze naar binnen. Zo, meester? Ja. Goed hier. Goed langs het randje. Hier. Zo. Nou, vouw een keertje. Zo. Nog een keer zo. En dan moeten we nog de vleugels. En als we de vleugels hebben gedaan, dan hebben we een super mooi vliegtuig. Nou, volgens mij zijn wij klaar voor de wedstrijd. Jullie ook? Kijk wie daar nog meer is. Daar hebben we meester Rendel. Meester Rendel doet ook met ons mee. Meester Rendel heeft een blauw vliegtuigje. Jee. Zelfs met super stoere gaten bovenin. Want hij denkt dat hij dan gaat winnen. Dat het snelste vliegtuig is. King, welk vliegtuig heb jij? Een gele. Kingsley heeft een gele. En die van Kingsley is heel bijzonder. Want die kan volgens mij een looping. Woe. En meester Corian, die doet natuurlijk ook mee. Die gaat voor groen. Ik heb zelf... een rode. En Kingsley en ik hebben net onze wedstrijdbaan even klaargemaakt. Moet je kijken, want we hebben met de krijtjes waarmee we op de grond en overal op kunnen kleuren, hebben we hier een baan getekend. Hier de start, heeft Kingsley er mooi bij geschreven. En dan hebben we bij elke meter hebben we opgeschreven 1 meter. Daar staat 2 meter. Hier is 3 meter. En daar heb ik ook opgeschreven na 12 centimeter, 3 meter en 12 centimeter, Maika. Want daar gooide Maika. Hier hebben we de 4 en de 5. Nou, en wie weet gooien we nog wel verder dan 5 meter. Dat gaan we afwachten. Oké. Kingsley, ga jij als eerst? Mag Kingsley niet op tafel staan? Mag Kingsley op de tafel staan? Hij heeft zijn schoen al uitgedaan. Oké. Dan schuif je de tafel erbij. Vet goed idee. Wow. Bij de startlijn. Nou, Kingsley. Woppa! Met een looping en al. En hij komt op bij de 2 meter en een beetje met looping en al. Super knap. Over 1 meter. Nou, meester Corian.
vier zelfs. Wat een super vliegtuigen. Nou, meester Rendaal. En 2 meter. Nou, helaas meester Rendaal. Volgens mij werken je vliegkleffen niet echt. Nou, mag ik nog? Kijk of het meeste koren kan verslaan. Woehoe! En wie is de winnaar? Wie is de winnaar? Wie is de winnaar? Oh nee, wacht. En stop. Kijk eens hoe goed ik kan vliegen. Ho, tegen de paal. En over 4 meter. Hier gaan allerlei vliegtuigen door de lucht heen. Ze zijn het er nog niet mee eens dat ik gewonnen had.